Na mijn bevalling was ik echt zo super hormonaal. Eigenlijk alles is zwaar in het begin. Ze kan moeilijk lopen, ze kan slecht tillen. Nou, ik had het niet in mijn eentje kunnen doen. Ik moest serieus gewoon echt huilen toen mijn lieve kraamhulp wegging. Wacht even hoor. Ik dacht echt van, hoe ga ik dit in godsnaam nou in mijn eentje redden? Ja, je slaat jezelf er wel doorheen, om het zo maar te zeggen. En je komt gewoon handen tekort. Dus het is wel echt eventjes aanpoten die eerste paar weken. Daar heb je wel weken voor nodig. Dat doe je niet in 3 dagen of 8 dagen. Goedemorgen, kom maar in. Als de kraamhulp weg is, dan mag je het met z'n vieren gaan doen. En daar heb je dan nu ook de tijd voor, dat je overdag ook die kleine hebt, niet alleen 's ochtends even voor je werk en 's avonds een uurtje na je werk. Ja, je bent het wel gewend, een kind, maar zo'n kleintje, dat is weer echt heel anders. Eentje van 1,5, dat is veel beter. Die doet dingen zelf. Dit. Je legt het neer en het blijft hangen zoals je het achterlaat. Nou, hier zit gewoon echt heel veel verzorging in. Dat kan niet zonder je. Bevalling heeft natuurlijk wel een beetje zijn sporen nagelaten. Nou, een van de grootste voordelen is natuurlijk dat je er tijd voor hebt om je kind in die zin te leren kennen. Om je vrouw te ondersteunen. En dat het ook eigenlijk gewoon niet niks is om 2 kinderen in de verzorging te hebben. Dat is best wel wennen. En als je een maandje vrij bent, dan kan je daar goed in komen. Dag! Zeg maar dag! Fijne! Dag!